Als er in Nederland zaken van publiek belang worden besproken, denk je misschien aan deze plek. Misschien hier. En soms wel eens hier. Maar dit gebouw zal je waarschijnlijk wat minder zeggen. Dit is Kasteel de Wittenburg. En in deze rustige bossen in Wassenaar speelt zich meer af dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Elke 6 weken vindt hier namelijk een besloten bijeenkomst plaats van de absolute top van Nederland. Ze noemen zichzelf de Tafelronde. En de leden, dat zijn niet de minste. Om je een idee te geven, hier een greep uit de huidige leden van de Tafelronde. Klaas Knot, directeur van de Nederlandse Bank. Dick Benschop, de directeur van Schiphol. Oud-premier Balkenende. Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren. Oud-Shell-CEO Jeroen van der Veer en topambtenaar Herman Tjenk Willink. Zelf stellen zij dat er niks geheim is aan deze eetclub. Maar voor de buitenwereld is er eigenlijk vrijwel niks over bekend. Zoveel verschillende belangen in één hele kleine kasteelzaal. Dat roept een hoop vragen op, die tot nu toe vrijwel geheel onbeantwoord bleven. Daar brengen wij verandering in. Want voor het eerst in de geschiedenis hebben wij dit prominente genootschap grondig onderzocht. Dit was niet altijd even makkelijk. Er worden in de Tafelronde namelijk geen notulen gemaakt en het is een ongeschreven regel dat je niet naar buiten treedt. Eerste interviewverzoeken leverden eigenlijk weinig op. Maar waar de huidige leden liever zwijgen over wat zich afspeelt in het genootschap, zijn de reeds overleden Tafelrondegenoten een stuk openhartiger. Wij zijn hun persoonlijke archieven ingedoken en wisten zo 121 leden te achterhalen. En dat is niet het enige. In het archief van Frits Butcher kwamen het absolute pronkstuk van onze zoektocht tegen. Een pamflet met daarin de geschiedenis van het genootschap. Hier leerden we dat de Tafelronde helemaal teruggaat tot het jaar 1901. En dat het is opgericht om de eerste sociale verzekeringswet in Nederland, de zogeheten ongevallenwet, tegen te houden. Een gezellig begin dus. Inmiddels heeft het genootschap 2 wereldoorlogen doorstaan en ook tijdens de coronapandemie gaan de bijeenkomsten gewoon door. En zit de Nederlandse top, net zoals wij, achter een laptop op Zoom. Wat wordt er besproken tijdens deze bijeenkomsten? Van buitenaf gezien lijkt het namelijk de ideale plek om eens lekker te gaan lobbyen. Maar de leden zelf doen de Tafelronde af als niet meer dan een eetclubje. En stellen dat lidmaatschap van het genootschap niet anders is als van een schaak- of tennisclub. Maar is dat wel zo? Lees voor het eerst op Follow the Money de geschiedenis van de Tafelronde.